In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. De mensen die hier vaak komen, die weten het natuurlijk. Er staan hier 30, 40 motorfietsen. En die vragen dan, is dat te koop? Nee, dat is niet te koop. Wat is dat dan? Ja, dat is hobby. Als je van oude auto's hou je ook van oude motorfietsen. Ja, en die motorfietsen, als ze lang stilstaan, worden ze natuurlijk niet beter. Dus die moeten dan onderhouden worden. We hebben er een man voor, die al die motorfietsen onder handen genomen. En de laatste, die gaan we vandaag bezoeken. Dat is ook de meest bijzondere, van al die fietsen. Maar over het algemeen staan ze zonder brandstof, schone carburateur, zodat er niets mee kan gebeuren. Beetje olie erin, u kent het wel. Nou, dit heb ik pas gekocht. Gewoon voor de heb. Hier zou ik mee kunnen rijden. Heb ik nog niet gedaan overigens. En dan gaan we ook nog met bijzonder vervoer daar naartoe. Niet met die hoor. Is ook leuk. Kijk, maar ga met het oude ding rijden. Een WLA. Harley Davidson. Ik heb dat ding al 15 jaar. Ik heb hem nooit gepoetst. Het was de ene laatste motor die meneer mee had lopen gemaakt. Ik had er jaren 5 niet meer gereden. Ik heb even moeten oefenen, moet ik eerlijk zeggen. Want dat valt niet meer met zo'n ding. In Amerika rijden ze ook zonder helm met zo'n ding. En hij gaat maar 50 mijl per uur. Ja! Misschien is hij in de oorlog wel over het veerpont gegaan, wie zal het zeggen? Had gekund. Leuk hè? Hey! Middag Nico. Hoe is het? Ik zie dat hij het steeds beter leert. Oh, ja. Kijk, dit is een WL. Dan haal ik de Davidson 7,5 WL. Buiten is een WLA, Amerikaans. Je hebt een WLC, dat is een Canadese legerfiets. Dit is een burgerfiets. Deze fiets is van 1938. En het verhaal is als volgt. Ik heb dat ding 10 jaar geleden gekocht bij een meneer. Die had 2 auto's te koop. Die had die motorfiets ook staan. Ik zei, wat doe je daarmee? Hij zei, ja, die verkoop ik niet. Ik zeg, vertel eens. Hij zei, nou, die hebben wij leven lang in de familie gehad. Ik zeg, hoezo in de familie gehad? Ja, oom Jacob heeft die motor nieuw gekocht in 1938. En die is begin jaren 40 met die motor weggereden. En die zegt, die Duitsers krijgen mijn motor niet. Oom Jacob is uiteindelijk afgevoerd naar Auschwitz. Helaas. En niemand wist wat de motorfiets was. In 1945 koopt iemand in de pijp in Amsterdam een woningje. En de architect zegt, ja, we komen een meter tekort. Hoe kan dat nou ten opzichte van de buurman? Dus er werd een muur uitgeslagen en daar stond de motorfiets van oom Jacob. En zijn neef heeft die motorfiets georven of gekregen. Ik weet niet precies hoe het gegaan is. En ik zeg tegen die man, hij er wel eens op gereden. Hij zei, ik heb hem een rijbewijs. Ik heb er nooit op gereden. Ik zeg, maar als je hem toch zo lang hebt, dan wordt het toch tijd dat hij weggaat. Riep ik nog. Dan zegt zijn zoon, pa verkoopt die oude rotzooi toch. Ik zeg, ja, ben ik helemaal met hem eens. Verkoop die oude veiligheid maar. Dus uiteindelijk met veel gesteggel heb ik hem gekocht. En hij staat al 10 jaar op mijn kantoor. En meneer Bieleman die heeft al onze motoren onderhouden. Toen zegt hij tegen me, ik wil dat ding zo graag het lopen, Max. Ja, maar dat ding heeft 80 jaar niet gelopen. Is dat nou wel verstandig? En nu ben je aan het puzzelen gegaan. Ja, het eerste was al, kijk, het ding heeft accu-bobine-ontsteking. Dus ik denk, als ik een vonk kan krijgen, dan krijg ik hem aan het lopen. Op een gegeven moment, na een uurtje puzzelen, denk ik, verduld. Ik heb vonk. Ik denk, nou, carburateur schoonblazen. Benzine erin, olie erin. Doen we de bougies erin en dan proberen we het. En dat kan ik laten zien. Dat meen je. Na 80 jaar gaat hij lopen. Het is wel een beetje benzine, maar dat is niet zo erg, hè? Oh, dat geeft niks. Oom Jacob was een gelovig mens, was een Jood. Ja. En die kijkt vanuit boven kijkt hij en die denkt, hebben ze me die oude motorfiets wild lopen gemaakt? Het zal toch niet waar zijn? Het is toch fantastisch. Ik ga er nooit meer rijden. Hij komt gewoon weer in mijn kantoor te staan. Maar ik kan nu zeggen, hij loopt. Dankjewel. Dit is andere kunst. Om persoonlijk weg te rijden. Ja, gelukt.